waar in jullie wereld. Ja. Hier wordt geschilderd. Mooi. Als kunstenares ben ik altijd op zoek om iets op het doek te zetten. Toen ik enkele jaren geleden het werk van een Curaçaose fotograaf tegenkwam, was ik erg gefascineerd. Graag verbeeld ik de indrukken van de foto's die Mark heeft gemaakt. De prachtige licht- en donker-effecten, die vervagen en verzachten. Na een ontmoeting en vele gesprekken wisten we allebei dat we onze gedeelde passie tot leven moesten brengen met dit unieke project. We hebben verschillende onderwerpen en elk op zich spreekt mij dan ook heel erg aan. Ik heb dan ook het geluk dat ik een keuze mag maken uit velen. En waarom valt die keuze nou specifiek op dat wat ik geschilderd heb? Dat komt dan vaak door de uitstraling die die foto heeft. Dus ook weer kijken naar een gezicht wat jij hebt geportretteerd, waarvan ik denk, oh, er zit een mooie blik in die ogen. Ik wil het versterken. Of een straatbeeld waarin je denkt van, ja, achter elk raam en achter elke deur zit weer een heel leven. En je ziet het soms door de oudheid van een gebouw, waarin het generatie na generatie daar gewoond heeft. Het wordt een heel verhaal. Een foto kijken is niet zomaar een visuele blik en klaar ben je ermee. Mm-hmm. Tenminste, voor mij niet. Nee. Voor mij is het veel meer. En ik zie mezelf meer als een reiziger in het leven van een bepaalde persoon. Ik ben echt een soort passant. Dus dat betekent dat ik ben ergens op de hoek van de straat, ik zie iets gebeuren, ik blijf er nog 5 minuten langer bij staan en dan maak ik een foto en dan is het goed of niet. Om even terugkomend op het schilderij met die dame, die oudere dame met die sigaar. Kan je er nog iets meer over vertellen? Nou ja, ik kan bijvoorbeeld vertellen waarom ik die foto gekozen heb om te schilderen. Ja. Ik heb die foto gekozen omdat ik het prachtig vond dat er een oudere vrouw zo genietend kan zitten. Een momentopname die jij hebt gemaakt, hè, op dat moment met die foto. Waarin je toch laat zien, terwijl het maar een fractie is om even op dat knopje te drukken. Waarin ze zo geniet, waarin ze zo heerlijk aan haar sigaar zit te roken. En haar ogen een beetje dicht en de rook uitblazend. Het hele facet zoals ze daar is, is echt genieten. Ja, je ziet echt dat ze een momentje in dat drukke leven of zwaar leven kiest om dat moment voor zichzelf te pakken. Te kiezen. Ja. Te kiezen. Nou is dit mijn moment met mijn sigaar en dat gezicht erbij. Ja, dat spreekt in mijn ogen boekdelen waarvan ik denk, ja, die momentopname van jou, daar heb ik wat langer aan gewerkt om nog wat te versterken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Emoties. Zeg maar op doek zetten, het delen van de emoties richting andere mensen, want je hebt best wel een breed publiek. Onze kwaliteiten zeg maar optimaal benutten. Ja. Samengevoegd, hè? Samengevoegd. Ja. En ja, dat spreekt sowieso aan. En ik kon me daar heel goed mee identificeren. Kom. Prachtig.
er echt ingezogen in die foto. Je hebt echt een goede keuze gemaakt om, om deze eruit te kiezen, zeg. Goed, dus Pampa de Quino, dat is de plek waar de Peruanen hebben gewonnen van de Spanjaarden. Oké. Okay. Dus onafhankelijkheidsdag. Dat is 28 juli. Feestdag dus. Ja. Dus hebben ze de Spanjaarden verslagen die echt flink hebben huishouden in Peru. Dus hebben de Inca-cultuur hebben ze helemaal weggevaagd. Zoveel mogelijk willen vernietigen om dan zeg maar, het katholieke geloof uit te dragen in plaats van het andere. Dus dat is op die plek. Dit is Curaçao, Zeeuw. Zeeuw betekent Volksfeest, ja. Maar ook zeg maar de achtergrond om dit naar voren te halen. Ja, heel vaag gehouden. Ja. Nou, en dan ga ik elk vlekje, elk puntje kijken. Dit is een lichte grijs puntje, hier is een donkere grijs puntje. Ja. Hier is nog weer wat meer wit in gebruikt. Dus hier alleen in zitten al vijf nuances aan kleur. Kun je ook wel zien, hè? Donker, nog donkerder, wat lichter. Aanmakend zitten kijken, die vind ik ook prachtig. Hier vind ik de pleistermuur heel erg mooi. Heb ik aangepleisterd met verf. Een hele muur gebouwd als het ware. Ga maar kijken, voel maar. De foto die was hier onduidelijk bij jou. Mm-hmm. De foto heb ik dus echt hier licht in gebracht. Ja, ik heb heel veel dingen gemaakt die er eigenlijk misschien niet zijn. Maar het past wel in het straatbeeld, vind ik. Vind je ook niet? Ja, dat ondanks dat ik niet precies kon zien wat het was, heb ik het toch een beetje in het straatbeeld laten passen. Hier de dakpannen. De foto had de boom het beeld uitlopend. Ik wou het wat uitgestrekte en wat breder laten ogen, maar met name heb ik de boom iets getopt. Patronen op zijn jas heb ik wel heel veel werk gehad. Ja, mooi. Denk je, komt hij thuis of gaat hij weg? Of, ja, nou precies. Dat is het leuke hiervan, dat je als je hier naar kijkt, overweegt hij zijn leven. Zit hij in een herinnering? Maar waarom zou hij met zijn... Ja. Hij heeft zich wel afgekeerd. Ja, maar dit is de straat, zeg maar. Ja. Ja, uiteraard zit daar beweging in, mensen lopen er langs, auto's. Maar daar waar hij naar kijkt, zit niks. Daar kan ook eigenlijk bijna niemand langs, denk ik, of wel? Nee, het is vrij dicht bij de muur. Als ik zo in perspectief kijk hier, dan loopt hij vrij kort. Ja. Ja, want hier heb je nog loopgedeelte, de naam in de weg. Ja, dus die meneer heeft geen zin in contact of... Ook. Weet je wat er vaak in zit? Of als je heel weinig eet, maar toch geen hongergevoel wil krijgen, dan eet je coca-bladeren. Of als je een hele zware fysieke dag hebt, dus een zware arbeid verricht, dan eet je ook coca-bladeren. Maar dan bijt ze op die bladeren, dan komt het sap eruit en dan heeft het een medicinale werking. Voor extra energie en ding. Die bladeren die gaan eruit. En ze hebben vaak hele zakken vol met die coca-bladeren. Dat zou daarin kunnen zitten, denk ik. Ja, maar dit is wel een hoog gebied. 4000 meter hoog zo ongeveer. Oké. Maar zou dit in kleur, waar je ook sterk in bent, zou dit dan dezelfde dynamiek hebben? Dezelfde impact? Ik vind dit veel sterker. Ja. Dit leidt minder af als dat het in kleur zou zijn. Zou het in kleur geschilderd worden, dan leidt de kleur toch weer af van daar waar we naar kijken. Alleen licht en donker geeft toch een heel mooi totaalbeeld. Ja, dat is zo. En bevordert dit ook jouw creatieve geest? Altijd, stimuleert dit jou? Altijd. Alles wat ik zie en waarneem stimuleert mij. Het ene natuurlijk meer als het andere, hè, want daar zit wel verschil in. Maar dit zie ik in vooral. Maar het zwart-witte, dus zwart-wit, grijs tinten. Zal altijd een uitdaging blijven. Ik vind het heel aantrekkelijk. Ja. Met weinig woorden kan iedereen... zeg maar een eigen gedachtegang, een eigen fantasie laten stimuleren. Ja. En soms, als fotograaf of als schilderes zijn, dan hoef je niet alles te vertellen. Nee, juist niet. Om het interessant te houden voor de kijker. Ja. Dus gewoon dus een stille interactie. Ja. Mooi. Prachtig.